Ah, that's great. Fantastisch. Fijn, dankjewel. So welkom bij de Zielsverbinding. En dit is onze platform om nog dieper, nog voller bewust in contact te zijn met de prachtige straling van jouw ziel. En nou, dat gaat fantastisch zo te zien. Dat is heel mooi. Ja, als je ziet in wat voor mooie gloed we samenkomen, ben ik zo blij met wat er gebeurt hier, zeg maar, live, wanneer we hier samenkomen. Dat begint zo'n ongelofelijke cirkel te worden, hè, met ja, voor mijn gevoel heel veel schoonheid. Je kunt dat zien. Het is een mooie gloed. Het is een mooie lichtbol waar we in samenkomen. Dat is heel fijn om dat te zien. En ja, zo, het past, wat ik nu zeg, past heel goed bij het ja, aandachtspunt, zeg maar, van vandaag. En dat is in gebed. Ziel in gebed. En nou, dat in gebed, dat is een woord wat ik in het Nederlands ongeveer het mooiste vind. Het is, als je het kijkt naar inbedden, hè, het is omringd door gebed, kun je zeggen. Het is één gebed, als iets wat genesteld zit. Het zit genesteld natuurlijk in je ziel. Je ziel is als een soort van een Boeddha die continu in perfecte communicatie is met het universum, met God, met alles. En dit gebed is continu gaande. Het is letterlijk daarin in gebed. En dat is heel mooi. Dat vind ik prachtig. Dus ik heb altijd van in gebed gehouden, van dat woord. Juist om die inbedding die het weergeeft. Nou, een van de wonderprincipes die we vandaag zullen zien, is deze, dat in gebed, gebed is het medium van wonderen, hè? Natuurlijk zou je zeggen. Het gebed is het medium van wonderen. In gebed wordt liefde gegeven en ontvangen. Dus dat is ook gelijk je graadmeter. Ben ik eigenlijk aan het bidden of heb ik gewoon mijn ogen dicht? Sta ik er toe om diep, zeg, geroerd te worden in deze liefde? Laat ik mezelf aanraken door deze liefde? Sta ik er toe dat ik mezelf de ruimte geef om geroerd, hè, dat is ook zo'n mooi woord, geroerd te worden door de liefde? Of ontroerd zelfs te worden door de liefde? Zo dankbaar. Sta ik mezelf toe om zo dankbaar te zijn, op zo'n ongelooflijk diep niveau in mezelf, dat ik als het ware in contact kom met de straling van jouw ziel en met jouw gelukzaligheid. Hè? Met jouw zielsgeluk, dat is een ander woord. Daar hou ik ook heel erg van, zielsgelukkig. Zielsgelukkig vertegenwoordigt dat diepe gevoel in jezelf, dat niet uit te spreken is, alleen maar uit te stralen is. Dus dat is ook zoiets moois. Het is een Nederlandse taal, omdat we daar toch ook mee bezig zijn hier, in die zin heeft het hele mooie woorden die alleen maar op die manier kunnen worden uitgedrukt in Nederlands en geen andere taal. En ja, dat is fijn voor, blijkbaar is die taal zo persoonlijk voor ons ook in de beleving, dat we daar zorgvuldig mee moeten zijn. Dus we, in de teksten die we nu gebruiken, is Josta zo aardig geweest om me mee te helpen met die vertaling. Om dat zo dicht mogelijk bij de Nederlandse taal te houden, maar ook zo helder mogelijk in de mogelijkheden voor jou om het diep te ervaren. En dat is een heel mooi, zeg maar, dat wordt steeds mooier. Ik zie hoe mooi dat is. Als je dat ziet ontwikkelen, is ook heel prachtig. Dus met andere woorden, de ingrediënten die we hier gebruiken in dit moment bij elkaar, als wel de cirkel,
die we in feite vormen met elkaar. Zie je dat dat een platform, een tijdelijk, natuurlijk tijdelijk platform is voor leren, voor ontwikkelen, voor openen, voor ontvangen, voor echt diep komen in een gevoel van gebed, van een actief gebed. Een gebed is niet iets, je spreekt je woorden en dan klaar, nee, een actief gebed. Er is een actie nodig van jou uit om meer en meer te openen, dieper en dieper jezelf toe te staan om te voelen. Dus, ja, dat is echt prachtig. Nou, we gaan vandaag ook echt de tijd nemen om de uitdrukkingen van dit gebed, om dat met elkaar te delen. Met elkaar bedoel ik hier in de uitzending, zeg maar, in een moment bij elkaar live, gaan we daar echt de tijd voor nemen, omdat dat ook heel mooi aan het groeien is. Zo, alles heeft dan in die zin met jouw mogelijkheden op dit moment te maken, met hoe ver durf je dat te laten zien, durf je dat te openen, durf je alles daarin te geven. En nou, door dat te doen, zet je iets in gang dat heel snel als een soort van lopend vuurtje om zich heen grijpt. En geef je de een gezamenlijkheid in die beleving. Je voelt dat je onderdeel bent van die beleving. Ook al is die beleving uiteindelijk individueel. Oké, nou, ik ga een paar stukken gebruiken uit de cursus, uit de oertekst van de cursus in wonderen. Een daarvan is dan het wonderprincipe wat ik al heb gezegd, maar dat gaan we even letterlijk lezen. En verder heb ik van les 183 of 182, een van de twee. Dus ik zal een moment stil zijn en naar huis toe gaan. Is dan de les waar we onderdelen van gebruiken om tot een diepe beleving te komen. In feite is het dat. En speciaal die les is er echt voor gemaakt om als het ware binnen te treden in het gebed van de ziel. Ziel in gebed. Gebed is het medium voor wonderen. Gebed is de natuurlijke communicatie van het geschapene met de schepper. Door gebed wordt liefde ontvangen en door wonderen wordt liefde uitgedrukt. Gebed is de natuurlijke communicatie van het geschapene met de schepper. Het schepsel met de schepper. Gebed is de natuurlijke communicatie van het geschapene met de schepper. En het geschapene, dat ben jij. Door het gebed wordt liefde ontvangen en door wonderen wordt liefde uitgedrukt. Gebed is het medium voor wonderen. Dus hier zitten drie factoren in. Hè? Gebed is het medium voor wonderen. Gebed is de natuurlijke communicatie van het geschapene met de schepper. En door het gebed wordt liefde ontvangen. Ja. En door wonderen wordt liefde uitgedrukt. Nou, wat maakt het dan een wonder, zou je zeggen? Want dit is een wonderprincipe. De wonderprincipes zijn in feite ingedeeld in drie categorieën. Dat zeg ik maar gewoon, want één daarvan is, hoe doe je dat? Of wat is dat eigenlijk? En het tweede is, hoe werkt dat dan? Hoe komt dat tot uitdrukking? En dan in feite is de derde een soort van beschrijving van hoe komt het tot stand? En nou lijken dit misschien niet zo heel verschillende dingen, maar ik zal een voorbeeld geven. Zo van een van de belangrijke wonderprincipes is de Christus is de inspirator van wonderen. Hè? Jezus is de... Het,
de inspirator van... Ja, ik heb natuurlijk de Engelse uitdrukking in mijn hoofd. Dat maakt het lastiger. Maar dat maakt niet uit. Zo van, daar komt het vandaan. Het is directe inspiratie van Jezus, kun je zeggen. Vanuit de Christus, vanuit jouw Christusvisie, ontstaat deze mogelijkheid. En die Christusvisie, die staat in feite los van jouw wereldse beleving. Maar hij geeft jou de mogelijkheid om te geven op een heel directe manier, in het moment, in feite het wonder aan te bieden aan je broeder. Dus dat is, waar komt het vandaan? Hè? Hoe komt dit tot stand? En zo'n andere was dan, hoe doe je dat? Nou, gebed is het medium, hè? Dat is belangrijk om te weten, zo werkt het. Het gebed is het medium voor wonderen. Liefde uitdrukken doe je via wonderen. Nou, dat is die actie die je gaat doen, zeg maar. Je gaat het wonder geven. Nou, kun je zeggen van, ja, hoe doe je dat dan? Want in feite is een wonder niet onder bewuste controle. Hè? Dat is een ander principe dat we weten. Zo, dat is ook eentje uit de andere categorie. Zo van, een wonder staat niet onder bewuste controle. Dus het is altijd, je kunt zeggen, het is altijd spontaan. Maar het wil niet zeggen dat je het niet kunt geven. Dus, maar de jij die het geeft, is geïnspireerd op dat moment om dat te doen, kun je zeggen. Het is onder, ja, de Heilige Geest inspireert, of Jezus inspireert, de Christusgeest inspireert om dat te doen. Nou, dit is belangrijk, want hierin leer je dus dat uit te drukken. Liefde uit te drukken in de vorm van wonderen. Nou, wat is dat dan? Dat is goed om te zien, omdat je anders daar een beeld over schept voor jezelf dat misschien een soort van onbereikbaar is. Zo van, hoe bereikbaar is het wonder? Nou, het wonder is heel bereikbaar. Want het enige wat van je vraagt is in feite, zeg maar, je geest tot rust te brengen. Die niet gebruiken om in feite de situatie te beoordelen of door de waarneming werkelijk te maken. Nee, die geest die is gewoon open om te ontvangen. He, daarin kan er iets gebeuren. Dan kom je onmiddellijk bij je hart uit, bij je hartverlangen of jouw liefde voor je broeder, kun je zeggen. Dus als er geen blokkade is in je hoofd, waardoor je afgeleid bent van het voelen van die liefde, dan kom je eigenlijk onmiddellijk uit bij jouw diepe behoefte om je broeder lief te hebben als jezelf. Zo, dat is niet, dat is in die zin niet een actie op een bepaalde manier, maar meer een herkenning van je broeder als deel van jezelf. Snap je wat ik bedoel? Dus daarin gebeurt er iets. Dus die actie, of ja, die herkenning van je broeder, is dan ook de inspiratie voor het wonder, kun je zeggen. Want het maakt het heel gemakkelijk om te herkennen dat je in communicatie bent met je broeder. Ik denk dat het makkelijkste is als ik het zo zeg. Je bent in communicatie, want communicatie is niet tussen twee dingen, maar het is als één. Daarom is een wonder, zal je altijd je verbinding met je broeder bevestigen, omdat je begint te communiceren. Je begint letterlijk een ervaring te krijgen die je met je broeder deelt. En of die nou fysiek aanwezig is of niet, dat maakt niet eens uit. Dus dit is belangrijk. Nou, waarom is dan gebed het medium van wonderen? Omdat liefde wordt ontvangen. Dus als jij open bent om liefde te ontvangen, liggen wonderen, zeg maar, binnen je bereik makkelijk. Want je bent open om, als het ware, te ontvangen, te includeren, hè, om erbij te betrekken, om je broeder erbij te betrekken, niet uit te sluiten. Nee, dat krijg je niet voor elkaar. Zeg maar, je beslissingsmechanisme is in feite tot rust gekomen. Jouw waarneming is tot rust gekomen.
Ja, je laat je niet leiden door je, dat wat je ziet, door je oordelen en door jouw ideeën over iedereen. Nee, je zit op een heel andere plek. Je bent in je hart, zeg maar. Je bent in je liefdessfeer. En natuurlijk kan ik niet uitleggen wat een wonder is, maar je snapt wel welke richting ik op wil hiermee. En dat is gewoon de herkenning van je broeder als één met jou. In dat communiceer je. En liefde is één, liefde communiceert. Liefde is het enige dat communiceert. Zolang je denkt dat er twee dingen met elkaar communiceren, communiceert het niet in feite, want dan zijn er twee dingen. Dat kan niet communiceren. En ja, daar heb je genoeg bewijs van in je menselijke wereld. Je probeert elkaar te begrijpen. En in dat proberen in feite faal je in het succesvol laten verlopen. En dat is wat tijd is. Dat is wat conflict is. Dat is wat angst is. Dat je denkt dat iemand je niet goed heeft begrepen. Dat je bang bent dat je niet goed begrepen bent. Dat je denkt dat je daardoor alleen staat. Nou, daar heb je ongeveer de korte schakel, het hele verhaal compleet. En wat ontstaat er? Ontstaat chaos. Dat is in een notendop je wereld. Nou, komen we een stap verder naar de les van vandaag die we gedeeltelijk gebruiken, maar de essentie ervan zeker gebruiken. En dan, ik zal een moment stil zijn en naar huis toe gaan. Nou, dit huis is, wat is dat dan? Kun je wel vragen, wat is dat huis dan? Wat is de plek waar ik me helemaal thuis voel? Waar kan ik dat vinden? En hoe werkt dat dan? Hoe kom ik daar? Dit wordt in feite in die les gegeven, die we zo gaan bekijken. Dat is les 183. Oké, zo. Ik zal even stil zijn en naar huis toe gaan. Deze wereld waarin je lijkt te leven is niet je thuis. En ergens in je geest weet je dat dit waar is. Een herinnering aan thuis blijft je achtervolgen, alsof er een plek is die je roept om terug te keren. Ook al herken je de stem niet, met hoofdletter, nog waar de stem je aan herinnert. Toch voel je je hier nog steeds een vreemdeling, ergens ver vandaan. Helemaal onbekend. Niet zo uitdrukkelijk dat je zou kunnen zeggen, ik weet zeker dat ik hier een banneling ben. Zover is het nog niet, maar misschien is het al zover. Maar als een aanhoudend gevoel, soms niet meer dan een klein klopje, op andere momenten nauwelijks herinnerd, direct afgewezen, maar zeker weer in gedachten terug te keren. Nou, deze wereld waarin je lijkt te leven is niet je thuis. En je kunt zeggen van ja, tijdelijk vertoef ik er wel, of lijk ik er wel te vertoeven. Maar het is niet de plek waar ik thuis ben. Ergens in je geest weet je waar, dat dit waar is. Maar daar stopt het verhaal niet. Zo, jouw herkenning dat je hier niet thuis bent, heeft je hier gebracht. Daarom luister je hiernaar. Daarvoor ben je hierbij betrokken. Daarvoor doe je al de dingen die je doet. Ben je stil, ben je aan het mediteren, ben je aan het lezen, ben je aan het ontdekken wat er eigenlijk gaande is. Nou, je hebt ontdekt dat deze wereld, zeg maar, niet jouw plek is. En dat is een opzienbarende ontdekking. Want daarmee breek je als het ware al los van jouw verbinding met die wereld. Want het is niet lang meer de pure basis van jouw gedachten, van jouw identiteit. En nou, ik zeg hiermee niks nieuws, dat snap ik, maar hier stopt het dus niet. Nou is het zo, die herkenning kun je in één keer hebben, dat het hartstikke duidelijk voor je is. En op een gegeven moment zinkt die misschien een beetje weg. Ga je ontdekken dat dat af en toe het wel bovenkomt, of met een teleurstelling of met een onmogelijkheid waarin je vertoeft, wordt het duidelijk van, oh ja, deze plek is echt niet waar ik, dit is het niet. Dit kan het niet worden, dit is het nooit, het is telkens het niet.
Het is het bijna, maar dan is het niet. Het lijkt dan weer beter te gaan, maar het is het uiteindelijk weer niet. Dan gaan ze maar door. So dit spreekt de hele tijd in jou, kun je zeggen. Dat knaagt. Het knaagt aan je gevoel. Het is nooit een volledige overgave aan deze plek. Ja, het is interessant om te zien hoe dat voor iedereen gaat. Want dat is zo'n individueel verhaal, kun je zeggen. Nou, hier ga je door allerlei fases heen. Eén daarvan kan zijn dat je eigenlijk vanaf het begin in je kind zijn al ontdekte dat je in feite anders bent. Dat je merkt dat je gevoeliger bent voor wat er wordt gezegd, hoe het wordt gezegd. En dat mensen dingen kunnen zeggen die ze helemaal niet menen. Zelfs je ouders, die zeggen dingen die ze helemaal niet menen. En je weet dat ze het niet menen. En toch zeggen ze het. En je kijkt als het ware er dwars doorheen. En heb zoiets van, je doet misschien mee. Je gaat je misschien aanpassen. Hè? Dit kan één ding zijn. Of je gaat je er tegen verzetten. Maar dat, als je zo gevoelig bent als ik het net heb beschreven, is de kans groot dat je gaat aanpassen. En dat je gaat gedragen zoals het hoort. En gedicteerd door de wereld. Zoals je denkt dat de wereld het aan jou vertelt. Hoe je moet gedragen. Nou, dat is interessant. Maar dat duurt niet zo heel lang. Uiteindelijk kom je bij het punt uit. Telkens weer knaagt het aan je. Van, voelt alsof je, als het ware, jezelf de hele tijd voor de gek houdt. Het voelt alsof je een lopende leugen bent. Dat je niet meer authentiek bent naar jezelf toe. Of dat je niet meer echt helemaal jezelf kunt zijn. Telkens komt dat in het geding. Telkens is dat een conflict in jouw gedachten. Want het liefst praat je er natuurlijk niet over om niet het spel kwijt te raken dat je aan het spelen bent. Nou, dit is in de transformatie of in het transformatieve proces dat je waar je in bent, een heel groot proces. Dat je dagelijks tegenkomt, waar je dagelijks beslissingen inneemt. Wat wil ik ervaren? Hoe wil ik dat eruit ziet? Hoe kan ik toch weer terugkeren, zeg maar, naar deze authentieke plek in mezelf, waar ik gewoon mezelf kan zijn? Wat doe ik daarvoor? Nou, kan het zijn dat je een beetje, als een soort rebel rond gaat lopen. Dus het kan zijn dat je breekt met je verleden, met je herinneringen van je verleden. Zelfs misschien je hele huis gaat opruimen, met alle herinneringen proberen eruit te drijven, om vrij te zijn van die en ruimte te hebben voor iets nieuws. Want daar heb je telkens behoefte aan. Dat is een onderdeel hiervan. Zo van, als je niet een avontuurlijke geest zou hebben, zou je hier niet eens aan beginnen. Nee, je bent op avontuur uit. Je wil deze tocht gaan maken, waarin je weer terugkeert naar jouw huiservaring. Waarin jij zo jezelf kunt zijn, zoals je weet dat het kan. Dus ergens diep in jezelf weet je dat er is en dat in feite jouw doel is, ook al durf je dat soms niet hardop te zeggen. Nou, hier vindt dan in feite de transparantie plaats, als je dat wel naar buiten gaat brengen. Wat gebeurt er dan als je dat durft te zeggen, zeg maar? Dan breekt er iets. Dan merk je dat je het spel niet meer mee kunt spelen zoals het gespeeld is van tevoren. Maar goed, we hebben het hier over een proces. Meestal, voor de meeste van ons, zover ik het heb meegemaakt, duurt dat even voordat dat echt indaalt. Voordat je echt diep bij jezelf uitkomt. Dat is een weg. Telkens weer zie je van, oké, het heeft geen zin om langer aan dit vast te houden. En dan is er weer een nieuw aspect. Ook daar wil je niet meer aan vasthouden. Dat wil je niet meer waar voor jezelf maken. En zo ontdoe je in feite van de verbindingen met deze plek, met deze wereld. En dat is precies waar we over praten. Zo wat versnelt het dan in feite om een ervaring te krijgen die met hemel of met jezelf te maken heeft, met je authenticiteit, met jouzelf, met de hoofdletter Z? Wat draagt eraan bij en wat draagt er niet aan bij?
Nou, dit is iets wat jij zelf niet helemaal kunt uitzoeken. Er zijn dingen die je herkent als, nee, oké, dat hoef ik niet meer te doen. Daar is het bijvoorbeeld, het heeft voor mij geen zin om telkens oude herinneringen op te halen, om die weer in dit moment te brengen. Waarom niet dat gewoon laten gaan? Maar dit zijn allemaal grote stappen in de transformatie. Niemand, zo dit is hoe universeel het is, zelfs in de menselijkheid, niemand die niet weet waar we het over hebben. Maar we hebben iets gevonden. Je gaat niet zomaar dit toegeven. Dus je probeert, ik zal het eerst lezen, toch proberen sommigen hun lijden te vervangen in spelletjes die ze spelen om hun tijd te vullen en hun verdriet van zich af te zetten. Anderen zullen ontkennen dat ze verdrietig zijn en herkennen ook hun tranen helemaal niet. Weer anderen zullen beweren dat waar we over spreken een illusie is, die niet meer dan een droom moet worden, als een droom moet worden beschouwd. Weer anderen zullen beweren dat waar we over spreken een illusie is, die niet meer dan als een droom moet worden beschouwd. Maar wie in eenvoudige eerlijkheid, zonder verweer en zelfbedrog, zou durven te ontkennen dat hij de woorden die we spreken herkent. Oké, die zin loopt nog niet helemaal. Maar wie in eenvoudige werkelijkheid zonder verweer en zelfbedrog zou durven te ontkennen dat hij de woorden niet herkent die we spreken. Ja, wie zou dat, als je helemaal open bent en helemaal zonder verweer, zonder verdediging, zonder zelfbedrog, gewoon helder naar jezelf kijkt, wie durft het dan nog te ontkennen? Ja, niemand. Er is niemand die niet weet waar we het over hebben. Misschien denk je dat je je ouderlijk huis opnieuw zult vinden. De kindertijd van je lichaam en haar schuilplaats. Ze zijn een herinnering die nu zo vervormd is dat je er alleen maar een beeld hebt van een verleden dat nooit heeft plaatsgevonden. Toch is er een kind in jou dat het huis van zijn vader zoekt en weet dat hij hier een vreemdeling is. Deze kindertijd is eeuwig, met een onschuld die eeuwig zal voortduren. Waar dit kind gaat is heilige grond. Het is zijn heiligheid die de hemel doet oplichten. En dat brengt de pure weerspiegeling naar de aarde van het licht hierboven, waarin aarde en hemel verenigd zijn. Zie, nou komen we op de plek uit waar, zeg maar, de ziel gaat dagen als een licht. Misschien denk je dat je je ouderlijk huis opnieuw zult vinden, de kindertijd van je lichaam en haar schuilplaats. Ze zijn een herinnering die nu zo vervormd is dat je er alleen maar een beeld hebt van een verleden dat nooit heeft plaatsgevonden. Maar wat je een soort gevoel van nostalgie geeft, een soort van, oh, ik zou willen dat ik daar naartoe terug kon gaan. Toen was het veilig, toen dit en toen dat. Maar hier zegt Jezus al van, het is zo vervormd, jouw herinnering is zo vervormd, dat het gaat letterlijk over een plek die nooit heeft bestaan. Toch is er een kind in jou dat het huis van zijn vader zoekt en weet dat hij hier een vreemdeling is. Deze kindertijd is eeuwig, maar wacht even. Toch is er een kind in jou dat het huis van zijn vader zoekt en weet dat hij hier een vreemdeling is. Nou, dit is een mooie zin om te overdenken, zeg maar, om diep naar in je gevoel te gaan van, is dat wat ik zoek? Ik zoek het huis van mijn vader. Zo van, durf ik mezelf, dat is dan gevoelsmatig, durf ik mezelf, zeg maar, van streek te laten zijn van dit gevoel? Durf ik naar dat plekje in mezelf te gaan waar ik eigenlijk van streek ben en zeg maar, echt heel erg zoek naar dit huis van mijn vader? Zo van, hoe diep durf je daarin te gaan? En dat is een mooie actie om te doen.
Zo van, toch is er een kind in jou dat het huis van zijn vader zoekt en weet dat hij hier een vreemdeling is. Ja, dat is mooi om mee te verenigen, zeg maar, met dat gevoel. En naar de bodem ervan te gaan. Zo, deze kindertijd is eeuwig, met een onschuld die eeuwig zal voortduren. En waar dit kind gaat, is heilige grond. Het is zijn heiligheid die de hemel doet oplichten. En dat brengt de pure weerspiegeling naar de aarde van het licht hierboven, waarin aarde en hemel zijn verenigd. Zo, dit breng ik dan even weer terug naar dit idee. Zo van, dit is ons gebed, hè. In feite kom je op de plek terecht waar je bidt, waar je liefde ontvangt, waar je rustig wordt, waar je stil wordt en luistert en dit in feite durft te voelen wat je voelt. Of dat nu nog op het vlak ligt van, zeg maar, van streek zijn, omdat je naar het huis van je vader zoekt. Zo van nog niet weten waar dat te vinden, maar je voelt de ontroering daarvan. Ook prima. En zak je daar dieper in, dan in feite vind je daar wat je zoekt. Zo van, het is niet erg om die van streekheid helemaal te voelen tot op de bodem, want daar is precies waar het verandert in feite. En je leeft dat uit in je transformatie, je leeft dat uit. Ik weet dat ik dat voor jaren heb gedaan. Heel de tijd op het randje van die plek zitten. Heel de tijd maar en dieper gaan. In feite het helemaal uitleven van die desperatie. Van van het zoeken naar het huis. Weten dat het er is. Weten, zoeken naar de voorwaarden. Alsof er voorwaarden moeten zijn om dat toe te durven laten. Je bent op zoek naar het. Wat draagt eraan bij? Wat werkt wel, wat werkt niet? En dan zie je dat je helemaal uit, in feite, je ideeën raak je kwijt. Je weet niet hoe je daaruit moet komen. Je weet alleen maar dat je, als het ware, verder wegzakt in die ontroering van dat. Totdat je op de bodem terechtkomt daarvan. En dan is dat niet meer beangstigend of dan is dat alleen maar een plek waar die herkenning is. Nou, dit is wat hier net werd gezegd in feite. Het is zijn heiligheid van dit kind, zeg maar, zijn heiligheid die de hemel doet oplichten en dat brengt de pure weerspiegeling naar de aarde van het licht hierboven, waarin aarde en hemel zijn verenigd. Dus dat geeft jou een bepaalde insteek, zeg maar, in dat geeft jou zicht op waar hemel en aarde terecht, ja, bij elkaar komen. Dat is in jouw ervaring. Dat is letterlijk door jouw gebed gebeurd dat. Door jouw toelaten van deze gevoeligheid, zeg maar, van deze ontroering om naar huis te gaan. Daardoorheen zakken, als het ware opnieuw geboren te worden in een nieuw licht, alles gaan zien. Dit licht is een hemelslicht dat schijnt in deze wereld. En in feite ben jij de vertegenwoordiger van de plek waar hemel en aarde bij elkaar komen. Dat kan alleen maar in jou zijn. Het gaat niet ergens anders gebeuren. Alsof als je zit te wachten op signalen van buitenaf, waardoor dat gebeurt, kun je lang wachten. Want dit is jouw wereld en dit vindt plaats in jou. Ik beoordeel alles zoals ik wil dat het is. Dit is uit het blauwe boek. Oordelen werd gemaakt om als wapen tegen de waarheid te dienen. Het scheidt datgene af waartegen het wordt gebruikt en isoleert het als was het iets aparts. En dan maakt het ervan wat jij zou willen dat het is. Het oordeelt over wat het niet begrijpen kan, omdat het de totaliteit niet kan zien en daarom verkeerd beoordeelt.
Laten we er vandaag geen gebruik van maken, maar het tot een geschenk maken voor hem die het anders weet te benutten. Dit gaat over oordelen. Anders benutten van oordelen, van jouw oordelen, zeg maar, laat het anders gebruiken. Maak er zelf vandaag geen gebruik van, maar maak het tot een geschenk voor hem die het anders weet te benutten. Hij zal ons ontlasten van de kwelling van alle oordelen die we tegen onszelf in het leven riepen. En opnieuw innerlijke vrede tot stand brengen door ons Gods oordeel te geven over zijn Zoon. Vader, we wachten vandaag, hier is een gebed zo. Vader, we wachten vandaag met een open geest om uw oordeel te horen over de Zoon die u lief hebt. We kennen hem niet en we kunnen niet oordelen. En dus laten we uw liefde beslissen wat hij, die u als uw Zoon geschapen hebt, moet zijn. Zo, Vader, we wachten vandaag met een open geest om uw oordeel te horen over de Zoon die u lief hebt. We kennen hem niet en we kunnen niet oordelen. En dus laten we uw liefde beslissen wat hij, die u als uw Zoon geschapen hebt, moet zijn. Ik beoordeel alles zoals ik wil dat het is. Dus je kunt zeggen van, oordeel is in feite waarneming. Je ziet alles precies zoals je het wil zien. Niet dat dat enige werkelijkheid heeft. Nee, je mist daardoor de werkelijke waarde van je broeder, want je hebt al een idee. Zodra je een idee hebt, zodra je een waarneming hebt, heb jij een oordeel over je broeder, want het is hetzelfde in feite. Je kunt niet anders zien dan door de bril van je oordelen, tenzij je je oordelen loslaat. Nou, dit is de oproep van vandaag. Laat je oordelen los over je broeder, die ken je niet. Als jij je een waarneming als leidraad neemt voor wat je ziet, dan ken je je broeder niet en daarmee ken je ook jezelf niet. Dus wat zie je dan? Je ziet eigenlijk helemaal niks. Je ziet letterlijk alleen maar jouw ideeën over je broeder. Dus hier is het dan weer een gebed. We willen graag dat het tot het licht komt, als het ware, dat het aan ons geopenbaard wordt wie je broeder is. Want als dat gebeurt, weet je ook wie jij bent. Nou, dit is een soort van mystieke manier om het te zeggen natuurlijk. Zo van, jij gaat in je broeder ontdekken wie je zelf bent. Zo van, dat geeft aan de verbinding die je hebt, dat geeft aan de eenheid die je zult ontdekken. Dus in jouw eenheid met je broeder ontdek je jezelf. Dus, dat is wat ik eerder bedoelde met het idee van communicatie. Als er twee zijn, vergeet het. Dan heb je nog een idee over iets. Maar als je één wordt, in jouw ervaring ermee, één wordt met wat je ziet, dan is de communicatie tot stand gebracht. Dan communiceert het als één. Het kan niet onderscheiden meer. Het weet niet meer waar het zelf begint of waar die ander eindigt. Dit is natuurlijk zo met jouw schepper. En dit is ook met je broeder. In de ervaring van het heilig moment zul je niet kunnen onderscheiden wie van wie het afkomt of naar wie het toe gaat. Nee, dat is nou juist het heilige ogenblik. In één keer sta je op heilige grond, kun je zeggen. In één keer ben je dat kind die thuis komt bij zijn vader. Dus hier hebben we een verbinding met het heilig moment, met God, zeg maar, met je schepper en met je broeder. Die komen als het ware bij elkaar in een heilig moment. Een heilig moment is de manifestatie van die eenheid. Zo zie je dat in gebed is in feite telkens weer, komt het bij hetzelfde uit. Elke les die in de cursus staat, komt weer hierbij uit. Ik zal een moment stil zijn naar huis toe gaan. In feite, ik versmelt met mijn bron. Ik versmelt met mijn broeder en mijn bron. Het is telkens dat. Het is het ongedaan maken van jouw afgezonderde identiteit. Van jouw leugenleven als mens, zeg maar. Van jouw
van jouw afgescheidenheid van je broeder. En allemaal ideeën over hem hebben totdat je die opgeeft en ziet dat je één met hem bent. En daarin ook gelijk herkent wat je bron is. Zo, dit is hoe dat samenkomt. En ik maak het heel simpel door dit te zeggen op deze manier, maar in feite komt het telkens daarop terug. En jouw wens om dat te ervaren, zoals we ook zagen in de lessen, jouw wens om dat te ervaren, jouw ontroerende gevoelens die je hebt over jouw terugkeer naar huis, hebben alles mee te maken. Die zullen je motiveren om los te laten waar je nu nog misschien tijdelijk aan vasthoudt. Maar dat voorkomt, dat vasthouden voorkomt eigenlijk alleen maar dat je je broeder herkent voor wie die is. En dat houdt jezelf af van de ervaring dat hemel en aarde in jou samenkomen. Nou, dit klinkt bijna als logisch wat ik zeg. Het klinkt als logica. En het is in die zin is het ook redelijk, zeg maar. Het is redelijk. Het klopt precies. Je kunt het niet geloven. Het is zo simpel en het klopt precies. Nou, dat vraagt niet om overtuiging, maar alleen maar om herkenning in jouzelf. Dit is in feite wat er plaatsvindt hier.